We gaan het hebben over Laila Gül. Ik zal niet meer over de religie schrijven. Niet meer over de islam? Nee, absoluut niet. Er zijn mensen die haar begrijpen. Dat je gewoon doodsbedreigingen krijgt of zo, dat vind ik wel heel erg. Ja. En er zijn mensen die het terecht vinden dat ze is ondergedoken. Nou ja, je moet toch kunnen zeggen wat je vindt en ook thuis? Nee. De jonge Turkse schrijfster Laila Gül is nog steeds ondergedoken naar aanleiding van doodsbedreigingen. En nu heeft ze aangegeven nooit meer over de islam te gaan schrijven. Het is natuurlijk super eng als je bijvoorbeeld van 7 verschillende accounts vuurwapens hebt ontvangen. Foto's van vuurwapens. Met een tekst daarbij ook wel? Ja, S4H stond er. Dat deed Sharia voor Holland. Ik zal je persoonlijk naar de hel sturen. En geniet nog maar even van je succes nu het nog kan. En ik kan niet wachten om je tegen te komen. Ik zal niet meer over de religie schrijven. Niet meer over de islam? Nee, absoluut niet. Wat vinden gelovigen hier eigenlijk zelf van? Wat is je afkomst? Ik ben Turks. Juist. En ben je dan islamitisch ook? Ja. Laila Gül. Ja. Wat vind jij van haar en het feit dat zij nu ondergedoken zit? Kijk, het feit dat ze ondergedoken zit, vind ik begrijpelijk. Maar dat mensen haar bedreigen om haar mening, dat moet niet gebeuren. Als je Turk bent, Turkije is überhaupt een moslimland, zeg maar islamitisch land. Ja. Dus ik zou het wel raar vinden als je als Turk zijnde haat al gooit op islam. Maar zij gooit toch niet echt haat op de islam? Zij heeft gewoon een mening over de islam en wil daar niet zoveel meer mee te maken hebben. Is dat dan zo erg? Maar dat is een beetje. Ze geeft een hele rare mening. Dan vraag je er gewoon om problemen te hebben. Ja, vind je dat echt? Ja. Kan je thuis kritisch zijn op het geloof en op de islam? Op de islam? Als je eerlijk bent? Nee. Nee. Maar dat is dan eigenlijk toch niet de bedoeling? Waarom? Nou ja, je moet toch kunnen zeggen wat je vindt en ook thuis? Nee. Als ik een rare mening heb over de islam, dan moet ik me echt klaffen hoor. Ben je zelf gelovig? Ik ben zelf gelovig, ik ben zelf moslim. Ja, ja. En in de moslimcultuur, de islamcultuur, zit dat er heel erg in? Dat je niet mag uitspreken over de islam? Negatief. Zover ik ben opgegroeid daarmee, mag je zelf uit daarmee hoor. Okay. Je mag je mening geven over alles. Ook als je een vrouw bent? Ook als je een vrouw bent, ja. Maar bij haar is dat dus niet zo. Hoe kan dat dan? Dat verschilt ook qua cultuur meer dan. Dat is niet islam. Islam is van iedereen hetzelfde in islam. En dan sta ik hier met een aantal jongens, hè, en met jou ook. Wat vind jij van de hele Laila Gül situatie? Over de islam gebeuren? Ja. Ik zelf vind dat het een beetje haar eigen schuld is. Want eerst heeft ze heel veel kritiek en dan krijgt ze kritiek terug. En dan gaat ze een beetje krokodillentraantjes laten en zelf schuilen en bang zijn voor de mensen die het niet fijn vinden. Dat is nou eenmaal de reactie die krijgt. Maar het is niet dat ze kritiek krijgt, ze krijgt doodsbedreigingen. Dat is nog wel even wat een stap verder dan kritiek. Ja, dat is wel erg, maar dat heeft dan met de mensen zelf te maken. Het is heel emotioneel, zeg maar, geloof en zo. Ik zeg Laila Gül. Wat zeg jij dan? Ik zeg vrouw die een boek heeft geschreven over de islam. Ja. Wat vind jij er eigenlijk van dat zij dan nu ondergedoken zit? Ik vind dat wel heftig. Dat zeg maar omdat ze haar mening uit. Misschien denk ik wel op een kritische manier, maar ja, ze uit wel haar mening dat ze daarom echt ondergedoken moet zitten. Want ik denk wel, kijk, als je kritiek krijgt, dat krijg je sowieso met alles. Ook als je een boek of een liedje of iets uitbrengt. Maar om echt ondergedoken te moeten raken omdat je gewoon doodsbedreigingen krijgt of zo, dat vind ik wel heel erg. Ja. Wat ze ook heeft gezegd, hoe heftig het ook is. Je kan iemand toch niet met de dood bedreigen zo erg dat iemand moet onderduiken? Nee, kijk, dat gaat te ver. Diegene die het gedaan, kan misschien zijn emotionele waarden zijn gegaan. Dat er zoiets eruit komen. Dat hoort erbij. Het kan gebeuren. Ik snap hem volledig. Gebeuren? Het kan dat je zoiets zegt, maar niet echt meent. Uit kwaad. Maar het is niet één iemand, hè? Het zijn meerdere doodsbedreigingen. Ik snap ze allemaal. Waarom moet zij een boek daarover schrijven? Waarom moet zij kritiek hebben? Zij kan die kritiek voor zichzelf houden, toch? Ja, maar als zij niet meer wil geloven, oké. Misschien is dit haar manier om er te uiten. Ja, maar om een boek te schrijven. Dan creëer je chaos. Ja, maar dat is ook vrijheid. Dat is dus vrijheid van meningsuiting. Ja, maar waarom moet je een boek schrijven? Dan kan je toch reacties verwachten. Leuke reacties, boze reacties. Je kan reacties verwachten. Een hypocriet. Dat is wat zij is. Ze verwachten alle goede dingen, terwijl ze gewoon even een stap verder moet denken. En ook haat kan krijgen en zulke berichten kan krijgen. Heb je medelijden met haar? Nee. Oh, nee. Maar ze zit nu ondergedoken, hè, meiden? Dat is haar probleem. Nou heeft zich voorgenomen om niet meer te schrijven over de islam ook. Ja. Snap jij dat? Ja, dat snap ik. Omdat het lijkt me wel heel eng om dan nog door te moeten schrijven. Weten dat je leven ervan af kan hangen en misschien die van je familie of zo.